Ilse van de Stegen. Ik ben eigenaresse van twee sportscholen, één in Delft en één in Rotterdam. Ik ben in 2017 gestart in Delft, omdat ik eigenlijk vond dat Delft een unieke sportschool miste. We hebben speciale warmtecabines voor vrouwen. Je sport boven je eigen lichaamstemperatuur, wat maakt dat je je lichaam moet harder werken en je bent in een half uurtje klaar. Daarnaast coachen we de vrouwen op het gebied van voeding en leefstijl. En eigenlijk die combinatie waarin alles aan bod komt. Holistisch noemen we dat ook wel. Dat miste eigenlijk in Delft. Dus ik dacht, dat gat in de markt ga ik vullen. We zijn nu dus gesloten. Sinds 16 maart zijn we dicht. Dat was wel even schakelen natuurlijk. Maar het is ons gelukt om eigenlijk binnen een dag een online programma actief te maken. Dus we bieden een aantal keer per dag online lessen. En daarnaast coachen we nog steeds de vrouwen in kleine gesprekjes over voeding en leefstijl. En dat doen we telefonisch of met beeldbellen. Dus eigenlijk kunnen we ons concept nog best wel aardig voortzetten. En zijn er ook heel veel leden die ons gewoon nog steeds blijven steunen, blijven doorbetalen. Nog steeds het gevoel hebben dat wij wijzer zijn, maar dan achter de laptop in de woonkamer volgen ze de lesjes op hun matje. Sommigen zeggen dat ze meer sporten dan ooit, omdat ze natuurlijk op hun eigen moment kunnen doen. Of ze tijdens het thuiswerken of dat wanneer ze in bed liggen of dat de kinderen in bed liggen. Dus ze zijn eigenlijk flexibeler in de sporttijden. Ze hebben geen reistijd meer naar de sportschool. Aan de andere kant hoor je ook wel dat er leden zijn die juist doordat de kinderen thuis zijn en juist doordat ze of juist heel veel werk hebben, dat ze er toch niet helemaal aan toe komen. Maar dan, de meeste mensen zijn wel meer aan het sporten dan normaal. Een leuk cadeautje bedacht voor de leden die ons zijn blijven steunen. Eigenlijk een soort cadeaupakket hebben we gemaakt. Ze kunnen kiezen tussen een personal training of een massage straks. Ze krijgen een voucher die ze kunnen geven aan een vriendin. En daarnaast krijgen ze ook een upgrade in hun abonnement om een beetje de gesloten maanden goed te maken.